Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij deze novembereditie van de Swayflock Nederland Tech Talk. Vandaag gaan we iets vertellen over onze gasdistributiesystemen en panelen. Mijn naam is Marco van den Broek en ik ben werkzaam als sales engineer bij Swayflock Nederland. Onze Tech Talk wordt vandaag gepresenteerd door Wilco Landkroon, field engineer bij Swayflock Nederland. Ik ben via de publieke chat te bereiken. Daar kunt u al uw vragen stellen. En zo mogelijk zal ik deze nog tijdens de Tech Talk beantwoorden. Als we iets meer tijd nodig hebben voor uw vraag, dan komen wij daar later op terug. Na afloop van de Tech Talk krijgt u een evaluatieformulier. Daarin kunt u aangeven of u de PDF met daarin de sheet wil ontvangen. Ik wens u allemaal een hele interessante en prettige Tech Talk en wil het woord aan mijn collega Wilco Landkroon geven. Ja, bedankt. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Tech Talk over gasdistributiesystemen. Mijn naam is Wilco Landkroon. Ik ben zelf field engineer en trainer bij Swayflock Nederland. En ik ga vandaag wat meer vertellen over dit onderwerp. De agenda voor vandaag is als volgt. We beginnen met een algemeen stukje over wat is een gasdistributiesysteem en hoe kan je de performance van zo'n systeem optimaliseren. Om dat te kunnen bereiken gaan we een aantal punten behandelen, waaronder de regulator flow curves, supply pressure effect. We gaan het over change over panelen hebben en uiteindelijk gaan we naar wat systemen kijken en hoe we die in theorie kunnen benaderen en kunnen verbeteren. Nou, naast het optimaliseren van systemen zullen we ook uiteraard over de veiligheid van deze systemen over het systeem hebben. We zullen het over de betrouwbaarheid zullen we het hebben. En uiteraard door de systemen dusdanig in te richten en te optimaliseren, moet het uiteindelijk ook mogelijk zijn om in een aantal gevallen een stukje kostenreductie te kunnen realiseren. Dus daar zullen we het vandaag vooral onze focus op gaan. Nou, wat is zo'n gasdistributiesysteem? Dit zijn systemen die vooral worden toegepast in allerlei industriële omgevingen. Het kan bijvoorbeeld een lab-applicatie zijn, zoals wat je hier ziet, maar ook een werkplaats of een testomgeving of een analyzerhuis. In ieder geval een locatie waar een behoefte is aan een constante mate van speciaal gas, anders dan lucht. En zo ziet dat eruit. Het begint vaak bij de bron, zo'n gasdistributiesysteem. Dat is de gascilinder zelf. En vanaf die bron zie je eigenlijk altijd dat vanaf daar het gas gereduceerd wordt naar een werkbare druk voor in de productieomgeving. Dit is vaak een druk tussen de 10 en 15 bar, afhankelijk wat de gebruiker nodig heeft. En deze druk is zo laag mogelijk om de veiligheid in het gebouw te waarborgen. Je wilt typisch geen hoge drukleidingen, zo min mogelijk hoge drukleidingen in jouw gebouw. Dit reduceren kan middels een standaard paneel zoals je hier rechtsonder ziet. Dat is een enkelvoudig reduceerpaneel, maar het is ook mogelijk om dat met een auto changeover systeem te realiseren, waarbij je dus in plaats van één gasfles of één gasflespakket twee aparte bronnen hebt, waarbij de ene bron de primaire source is die op dat moment het gas levert en de andere bron is de secundaire source. Die staat standby voor als de ene fles leeg raakt. Nou, na die stap heb je in het lab zelf vaak nog een laatste reduceerstap waar de gebruiker zelf de druk kan naregelen afhankelijk van de applicatie die hij gebruikt. Nou, dat is een algemeen overzicht hoe zo'n systeem er over het algemeen uitziet. Als je inzoomt op het eerste systeem, het eerste gaspaneel, dan ziet het er bijvoorbeeld zo uit.
De cilinder wordt onderaan dit paneel aangesloten met een slang of een pigtail. En vanuit daar wordt de druk direct gereduceerd naar een lagere druk die dan het lab ingaat. Naast die reduceer zit er bijvoorbeeld op dit paneel nog de mogelijkheid om andere opties toe te voegen. Bijvoorbeeld linksboven zie je een overdrukbeveiliging. Die zorgt ervoor dat de druk naar de gebruiker beveiligd is en nooit boven de ingestelde waarde van de relief valve kan komen. En er zit ook nog een afsluit op paneel om het deel af te kunnen sluiten. Dit is een standaard single stage reduceersysteem. En in de P&ID in het midden van de slide zie je nog een uitvoering met twee reduceers. Dus dit systeem is dusdanig ontwikkeld dat je met een bepaalde selectietool opties aan en uit kan zetten. Dus je kan heel makkelijk een extra reduceer toevoegen. Op het paneel zitten zelfs al twee gaatjes in het midden om die reduceer toe te kunnen voegen. En op die manier kan je van een single stage paneel een dual stage reduceerpaneel maken. Wat bepaalde voordelen heeft ten opzichte van Droop SPE en het Joule-Thomson effect. Waar we zo op verder gaan. Maar we gaan eerst bij het begin beginnen en dat is het selecteren van de regulator. Waar moet je op letten als je een regulator selecteert en hoe werkt die dan ook? Als je een regulator selecteert zijn een aantal parameters natuurlijk altijd belangrijk. Dat is de standaard is de werkdruk, de gebruikerstemperatuur en de flow is altijd erg belangrijk. En als je het over de flow van een reduceer hebt, dan kan je die typisch terugvinden in dit soort flow grafieken. Nou, als je de lijn volgt vanaf linksboven naar beneden, dan zie je dat die linksboven van nul flow naar een beetje flow heel stel naar beneden loopt, de grafiek. En dat wordt ook wel het lock-up gebied genoemd. Dan gaat die open en daar is het heel moeilijk om in dat gebied een reduceer goed te regelen. Nou, na het lookup gebied, als die eenmaal open is, dan heb je een grote range, het blauw gemarkeerde gedeel, waarin jouw wat het werkgebied is van jouw geselecteerde reduceer. Je ziet wel dat de lijn langzaam naar beneden loopt. Dit wordt ook wel droop genoemd. Naarmate de flow toeneemt, zal de uitgaande druk namelijk iets afnemen. En op een gegeven moment is de reduceer volledig open en dan zie je dat de druk helemaal wegzakt tot 0 bar. En dit heet ook wel het choke flow gebied. Dus als je een reduceer selecteert is het belangrijk om hem binnen jouw range zoveel mogelijk in het blauwe gedeelte te selecteren. Nou, als je dan inzoomt op zo'n flow curve, dan zie je dat er families of curves zijn. Er zijn dus één curve met dezelfde set pressure, dus de bovenste blauwe lijn bijvoorbeeld, dat is een reduceer die ingesteld is op een uitgaande druk van 25 bar. En je ziet op het moment dat de flow, de inletdruk hoger is, dat de flow capaciteit veel groter is dan wanneer de inletdruk lager is. Dus in dit voorbeeld zie je bij een inletdruk van 250 bar dat jouw flow zomaar 500 liter per minuut kan zijn of meer. Op het moment dat jouw gascilinder dus langzaam leeg raakt, zal je dus als gebruiker merken dat de maximale flow ook af kan nemen. Bijvoorbeeld bij een inletdruk van 35 bar zie je dat de maximale flow nog maar 150 liter per minuut is die door deze reduceer heen kan. En als de flow nog verder wegzakt, zal dat nog lager worden. Dus erg belangrijk om te realiseren, wat is mijn drukverschil in de regulator? En soms heb je al meerdere regulators in een systeem zitten, dus dan ga je van regulator naar regulator kijken, wat zijn de verschillende inletdrukken. En zo kan je dus uiteindelijk de flow bepalen. De maximale flow die in jouw systeem gehaald kan worden. Nou, naast de flow curves en de droop die erbij komt kijken, de daling van druk,
heb je ook nog een ander fenomeen waar je rekening mee moet houden bij het selecteren van regulators. En dat is namelijk het supply pressure effect. Dit supply pressure effect houdt dus in dat het aanbod van druk, dus de inletdruk, als die varieert, zal dat doorwerken op de uitlaatdruk. En dat is een ratio die wordt uitgedrukt in procenten. Dus stel dat we een regulator met een CV-waarde van 0,06 nemen, dan zie je in dit soort datasheets dat in dit geval het supply pressure effect 1% is. Wat inhoudt dus dat als de inletdruk een bepaalde drukval heeft, omdat de cilinder langzaam leeg raakt, zal dat doorwerken op de uitgaande druk met een ratio van 1%. Om wat verder toe te lichten, hebben we deze slide voor jullie. Het is namelijk een omgekeerd effect. Dus stel dat de inletdruk zakt, dat zal het gevolg hebben dat de uitlaatdruk stijgt en andersom. Dus dat kan best wel grote verschillen hebben. Dit komt namelijk omdat een reduceer ontworpen is op basis van een balans in drukken. Dus er is één druk die in de reduceer naar beneden drukt. Dat is F1, de druk die de gebruiker instelt om de set pressure te bepalen. En daarnaast zijn er drie drukken die omhoog tegenwerken. En dat is F2, dat is een klein veertje wat onderin de regulator zit om hem dicht te duwen als er geen flow is. F3, dat is de druk onder het membraan. Dat is je uitgaande druk, die is als het goed is constant. En dan is er nog een druk F4 en dat is de druk aan de inletzijde die aan de onderkant van de poppet van het bewegende deel drukt. En die F4 die varieert dus afhankelijk van jouw gascilinderdruk. En die kan het dus beïnvloeden. Nou, wat heeft het dan voor effect op jouw reduceer als je dat door zou rekenen in een gebruikerssituatie? Nou ja, in dit voorbeeld hebben we een gascilinder van 300 bar. De druk zakt met 100 bar naar beneden naar een druk van 200 bar. En als je dan een reduceer hebt met 1% supply pressure effect, dan zal je zien dat 1% van die 100 bar, dus 1 bar, aan de outlet aan drukstijging te verwachten is. Stel dat de inletdruk nog eens met 100 bar zal dalen, dan zal de uitgaande druk nog 1 bar toenemen naar 7 bar. Dus zo werkt dat lineair door met een ratio in dit geval van 1% op de uitgaande druk. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden bij het ontwikkelen of het designen van een gasdistributiesysteem. Nou, het laatste fenomeen waar je als gebruiker rekening mee zal moeten houden, is dat een reduceer, omdat het op basis van balans werkt, nooit heel goed zichzelf kan afsluiten. De poppet, het afsluitmechanisme, wordt namelijk met een hele lichte kracht in de afdichtingsvlak gedrukt, waardoor je zal zien dat je, als je een tijd, bijvoorbeeld 's nachts of in het weekend, geen afname hebt en er staat volledige druk op jouw reduceer, dat hij langzaam een klein beetje kan doorlekken. Dat kan gebeuren, dus wij adviseren ook altijd om, als er geen afvraag is, de reduceer af te sluiten middels een kogelkraan die daarvoor zit, om dit creep te voorkomen. Een ander belangrijk iets is om de gasstroom voor de reduceer altijd op de juiste manier te filteren. In dit soort kleine reduceertjes zit standaard een klein 25 mu filtertje op de inlet. Onder de MPT-draad zit hij. Die zorgt ervoor dat het afdichtingsvlak zo schoon mogelijk blijft en dat er geen vervuiling of krasjes in het afdichtingsvlak kunnen ontstaan, waardoor de creep over tijd toe kan nemen. Dus die houdt hem op orde. Daarnaast zou je ook nog zelf filters kunnen toevoegen voor de reduceer om het nog beter te filteren. Nou, om die creep uiteindelijk
om jouw downstream systeem uiteindelijk te beschermen tegen creep, is het altijd verstandig om je downstream lijn te beschermen met een overdrukbeveiliging. Dit kan in de vorm van een relief valve zijn bijvoorbeeld. Die relief valve zal je dan instellen op een aantal bar hoger boven jouw set pressure van je regulator. Dus als er creep optreedt en de druk aan de uitgaande kant hoger wordt, dat het via deze relief valve wordt afgevoerd. Bij het instellen of selecteren van de set pressure van een relief valve is het belangrijk dat je rekening houdt dat je altijd iets boven de werkdruk gaat zitten natuurlijk. Hè. Maar in dit geval, in deze situatie, is het ook belangrijk dat je rekening houdt met het supply pressure effect van jouw regulator zelf. Stel dus dat je een regulator hebt, in dit geval, het is net leesbaar, met een uitgaande druk van 3,4 bar. En je zet de relief valve op 4 bar. En je weet dat als de gasfles bijna leeg is, dat je een supply pressure effect hebt, dat de uitgaande druk zomaar 2 bar kan stijgen. Dan kan het dus zijn dat op een gegeven moment de fles compleet wordt leeggeblazen via de relief valve. Dus hou er rekening mee dat je ook je relief valve boven een druk zet, waardoor je een hogere druk instelt, zodat je zodat je supply pressure effect niet jouw relief valve laat openen. Nou, wat kan je doen om dat supply pressure effect op te vangen? Nou, dat is bijvoorbeeld een dual stage situatie. Ik had het daar in het begin al even over, dat je naast een single stage paneel ook een dual stage uitvoering kan krijgen. En eigenlijk wat je met een dual stage situatie doet, is dat je een extra regulator toevoegt en daardoor het supply pressure effect zo goed als elimineert. In dit voorbeeld zie je dat de ingaande druk van 300 naar 100 bar gaat. Dus 200 bar drukval op de inlet. Met een supply pressure effect van 1% houdt dat in dat de tussenstage een 2 bar hogere druk zal zien. Dus van 50 bar gaat die naar 52 bar. Nou, die volgende regulator heeft wederom 1% supply pressure effect. Maar die zit alleen nog maar een drukvariatie tussen de 50 en 52 bar. 1% van 2 bar is dus een drukval, want het werkt weer tegengestelde richting. Een drukval van 0,02 bar. Dus nou ja, dat is voor de meeste applicaties te verwaarlozen. En zo kan je dus heel mooi dat supply pressure effect ondervangen. Nou, het laatste systeem waar we het over gaan hebben voordat we naar de optimalisatie van systemen gaan kijken, is het auto change over principe. Dit principe is ontwikkeld om een constante gasflow in een productieomgeving te krijgen. Je hebt namelijk in plaats van één inlet source, heb je dus twee inlet aansluitingen. En dat in dit voorbeeld is dat links en rechts onder. Dit systeem werkt dus, schakelt automatisch tussen die twee bronnen. Als de ene leeg is, schakelt hij automatisch over naar de andere. En zo heb je dus kan je dus een labomgeving of een productieomgeving creëren. Waar je geen last hebt van een wegzakkende druk of een uitvallende druk. En dit kan nog wel eens belangrijk zijn in applicaties waar je langdurige testen doet, of bijvoorbeeld een lasproces op een 3D printproces met RVS hebt, waar je constant gas nodig hebt, en als jouw gas toevoer wegvalt, dat je ook gelijk een interruptie hebt in jouw productie. Dus daar zijn dit soort systemen uitermate geschikt voor. Nou, hoe dat dan precies werkt, is als volgt. Het auto change over principe kan ingesteld worden op een druk tussen de 3,4 en de 34 bar. Je kan het doen met een single stage of een dual stage principe. Dus de middelste
Regulator die je op dit plaatje ziet, is niet per se nodig. Het is wel praktisch, maar niet per se nodig. En de drukval per stage is, nou ja, kan je het beste aanhouden om die 2-op-1 te doen. Maar daar komen we zo nog op. Dat kan ook iets krapper, zoals je in dit voorbeeld ziet. Nou, hoe het werkt, je ziet links en rechtsonder zie je twee bronnen, allebei 300 bar. En dan heb je onderin het paneel, aan de linkerkant een reduceer die staat standaard op 15 bar ingesteld. En aan de rechterkant een reduceer die staat standaard op 14 bar ingesteld. Daartussen zie je een pijl met een hendel en die pijl die wijst naar links. En dat geeft dus aan dat links momenteel de primaire bron is. Die staat op de hoogste druk ingesteld. Dus de linker fles die wordt gebruikt. Totdat die zo goed als leeg is. En op een gegeven moment komt die onder de 15 bar. Dan gaat de reduceer volledig open. En blijft die gewoon gas leveren. Tot het moment dat die dus onder de 14 bar komt. Op het moment dat die onder de 14 bar komt. Dan denkt de rechter reduceer. Hey, 14 bar is mijn instelling. En ik moet zorgen dat het systeem altijd op 14 bar blijft. Dus dan gaat de rechter cilinder het overnemen. In die periode heeft de gebruiker tijd om de linkercilinder te vervangen. Vaak zie je dat dit soort systemen uitgevoerd worden met digitale pressure transmitters of een alarm op de manometer. Dat de gebruiker ook een signaal krijgt van hey, ik moet mijn fles gaan vervangen. Dus op dat moment wordt de linkerfles vervangen en bij het vervangen van die fles is het belangrijk dus dat de gebruiker de hendel met de pijl erop ook omzet naar beneden. En op dat moment verandert de instelling, dus wordt de rechter fles wordt primair, die wordt dan ingesteld op 15 bar. Dat doe je door die hendel te schakelen en de linker regulator staat dan op 14 bar ingesteld. En die staat dus dan na het verwisselen staat die als standby, staat die bij als secundaire bron. Dus zo kan je een constante gasflow creëren naar jouw gebruikers. Nou, het selecteren van de change over pressure hebben we net al even kort over gehad. Optimaal is 2 tot 1. Dus bijvoorbeeld een change over pressure van 10 bar en de volgende regulator reduceert dat naar 10 bar, 20 bar, 10 bar. Dus dat is de meest optimale situatie. Maar goed, je wil natuurlijk ook jouw gascilinder zo ver mogelijk leeg gebruiken. Dus het is altijd een keuze tussen die twee. Je wil eigenlijk een zo hoog mogelijke druk, maar aan de andere kant ook een zo laag mogelijke druk voor je verbruik en voor de optimalisatie van je gasgebruik. Oké. Nou dan over het optimaliseren van een gassysteem. Nou, veel gassystemen die wij in praktijk tegenkomen, die zien er ongeveer veer zo uit. Dit is voor het gemak maak ik nu al gebruik van een change over systeem. Dat is de P&D dus die je hier ziet. Het gas gaat door een eerste en daarna komt het door een eerste regulator heen en daarna komen de twee stromen samen en gaat het naar een line regulator in het midden. Die line regulator, de change over pressure is in dit geval 20 bar en de line regulator staat op 2 bar ingesteld. En de gebruiker bij point of use, die heeft dus 2 bar druk tot zijn beschikking. Nou ja, in dit voorbeeld zou je natuurlijk heel mooi die change over pressure naar beneden kunnen brengen naar bijvoorbeeld 4 of 5 bar. Dan heb je nog steeds genoeg drukval over jouw tweede reduceer, je line regulator. Je gaat naar 2 bar namelijk en je kan je gascilinders veel verder gebruiken, veel optimaler gebruiken. Dus dat kan in deze situatie een hele mooie optimalisatie zijn. Nou, als je dan naar een applicatie kijkt waarbij er bijvoorbeeld meerdere gebruikers zijn, dan zou je zo'n gebruiker typisch ook een eigen reduceer willen geven. Als dat in de vorige situatie waar de gebruiker dat niet heeft, zal de gebruiker, wanneer er meerdere gebruikers zijn,
heel veel last kunnen ondervinden van het fenomeen droop. Dus wanneer de flow, de vraag van de andere gebruikers toeneemt of afneemt, zal die 2-bar druk bij jouw applicatie ook variëren over die lijn, die drooplijn die er is. Dus met meerdere gebruikers en een stabiele uitgaande flow is het een best practice, denk ik, om per gebruiker een eigen reduceertoestel neer te zetten. Zodat die zelf de flow kunnen controleren en de druk kunnen controleren. Zonder dat ze last hebben van elkaars afname. In deze situatie zie je wel dat er, een hele mooie situatie denk ik dit. Alleen zie je wel dat er dus in totaal 3 reduceers gebruikt worden om de druk van jouw cilinder naar de gebruiker te transporteren. En wetende dat elke regulator een bepaalde flow afname heeft. Elke reduceer zal de flow weer verder beperken in jouw systeem. Kan het zo zijn dat de gebruiker in dit geval niet voldoende flow tot zijn beschikking heeft. Nou, wat kan je doen om de flow te verhogen in dit typische systeem? Nou, dat is bijvoorbeeld de line regulator op de changeover wegnemen. Dus in deze situatie zie je weer dat de reduceer met in 2 trappen, of de druk in 2 trappen gereduceerd wordt. De eerste trap is het changeover paneel en de tweede trap is de gebruiker. Dus zo kan je de flow optimaliseren. Wel moet je in deze situatie natuurlijk rekening houden met het verschil in changeover pressure. Hier kan typisch ongeveer een bar tussen zitten. En het supply pressure effect, wat niet opgevangen wordt in het changeover paneel direct, maar dat wordt pas opgevangen bij de gebruiker. Dus de transportlijn die kan dus bij een changeover pressure van bijvoorbeeld 20 bar, kan die zomaar een variatie hebben tussen de 20 en 25 bar. Nou, bij de gebruiker zit wederom een stukje variatie, dus die zal daar ook iets in merken. En die kan bijvoorbeeld een druk verwachten tussen de 2 en de 2,1 bar, afhankelijk hoe vol de gasfles is op dat moment. Dus op die manier zou je de flow voor de gebruikers kunnen laten toenemen. Nou, ik hoop dat een helder en interessant verhaal was tot nu toe. Een klein stukje herhaling wat we besproken hebben vandaag. Om de performance van een regulator te bepalen en te verbeteren, is het belangrijk om naar het supply pressure effect te kijken. Is het belangrijk om reduceer te selecteren waar altijd een stukje die buiten het lock-up gebied opereert. Dus zorg dat er altijd wat flow is over die reduceer. En als dat niet het geval is, hou er rekening mee dat die in het begin een beetje wegzakt de druk. En verder is het belangrijk om je te realiseren dat elke reduceer een bepaalde mate van droop heeft. Dus als er een heel groot flowbereik is, dan zijn soms bepaalde reduceers beter dan andere reduceers. En zou je met de ene meer drukval kunnen zien dan met andere reduceers. Belangrijk punt dus. Nou, daarnaast hebben we net over gesproken. Hè? Bekijk als je een systeem beoordeelt hoeveel regulators er gebruikt worden om van de gasfles van de bron naar de gebruiker te reduceren. Als dit op een gegeven moment te veel wordt, dan kan dit de flow performance in de weg zitten. Dus dan zou je wel eens wat reduceers kunnen elimineren. Let goed op de relief valve setting. Typisch zie je dat deze vaak maar 1 of 2 bar boven de werkdruk geïnstalleerd wordt. Maar dit is wel een risico als je met supply pressure effect te maken hebt. Dan kan je namelijk heel veel gas verliezen over je relief, of als dat niet goed op orde is. En de laatste hebben we net ook over gesproken. Het is het changeover principe. Dat is denk ik een hele mooie toevoeging als je een bepaalde constante gasflow nodig hebt, waar je de gebruikers wilt ontzien in lege gasflessen verwisselen en dergelijke. Op een ad hoc wijze. Dus dat.
Nou, ik had het er al even kort over. Swayzlok heeft daar een programma omheen ontwikkeld met standaard geconfigureerde systemen. Aan de hand van een stukje documentatie en een productnummer kunnen dit soort systemen heel makkelijk verschillende opties aan- en uitgezet worden. Zodat je echt voor elke type applicatie een standaard of binnen een standaard heel makkelijk verschillende configuraties kan creëren. Speciaal gericht op jouw applicatie. Dus mocht daar behoefte aan zijn, dan kan je dat zeker verder navragen. Nou, verder hebben we ook de mogelijkheid om naast een systeem aan te bieden, kunnen we ook een heel systeem beoordelen voordat we daarmee verder gaan. Dus we hebben een survey tool waarbij we van de gascilinder van een huidig systeem tot aan de gebruiker het hele systeem doorlopen en beoordelen. En afhankelijk van onze bevindingen daar een verbetervoorstel voor doen. Dus op die manier kunnen we jullie ook ondersteunen bij het optimaliseren van het gassysteem. Nou, dit was voor de Tech Talk voor vandaag.